Beste kijkers, ik heb de afgelopen jaren al heel wat framingpogingen gezien, maar wat ik deze week zag, is echt wel van de allerzieligste en allerranzigste framingpogingen die ik ooit al heb gezien. Open VLD en NVA doen het al een tijdje heel slecht in de peilingen, wat niet onlogisch is natuurlijk, aangezien ze ons een dictatoriale coronapas hebben opgezadeld. Maar nu Poetin Oekraïne is binnengevallen, zien de zieligaards van VLD en N-VA hun kans schoon om de partij aan te vallen die de afgelopen jaren wel opkwam voor onze vrijheid en dus wel goed staat bij het volk, namelijk het Vlaams Belang. Piet de Zager, de algemene directeur van de N-VA, was de eerste die afkwam met deze zielige framing. Hij uploadde een screenshot van een tweet van Vlaams Belang parlementslid Stefan Sintobin, die nota bene net zijn broer heeft verloren in een tragisch ongeval. En In die tweet had Sintobin de Russische vlag geplaatst en een Russische beer met een bemoedigende emoticon erbij. Pieter Zager die plaatste er de volgende commentaar bij: Op het propagandaplaatje van een stoer VB parlementslid die blijkbaar bijklust als Putin-cheerleader, ziet het er allemaal leuk uit. In realiteit is Poetins militaire agressie pure terreur tegen de Oekraïense burgerbevolking, zoals de beelden van vandaag aantonen. En de citaat van Piet de Zager. Nu, wie niet goed oplet, die zou dus denken dat Vlaams Belangparlementslid Stefan Sintobin dat die de Russen aanmoedigt in deze oorlog. En dat is exact de vieze framing die Piet de Zager van NVA wou bekomen. Maar dat klopt dus natuurlijk niet. De tweet van Sefan Sintobin, die dateert immers van een jaar geleden, en die ging over een voetbalmatch bij het Europees kampioenschap. Piet de Zager wist dat, want de datum van die tweet die staat gewoon op de screenshot. Maar toch deed de NVA-directeur alsof die tweet ging over de oorlog in plaats van over een voetbalmatch van een jaar geleden. Heel schandelijk dus. En Theo Franke die deelde de tweet van Stefan Sintobin ook en die zei er zelfs bij dat Sintobin maar moest verhuizen naar Rusland. Zulke haatzaaierij tegenover een medenationalist, zulke leugens gewoon om het Vlaams belang wat stemmen af te kunnen nemen na het coronapasgeklungel van de N-VA, dat is echt wel laag bij de grond. Heel laag bij de grond, toegegeven. In tegenstelling tot Piet de Zager heeft Theo Franke achteraf wel de tweet met de framing en de bedreiging aan Vlaams Belang Parlementslid Stefan Sintobin verwijderd. Piet de Zager die werd meteen terechtgewezen door Chris en door mezelf, maar Piet verwijderde de tweet niet. De Zager, what's in a name, begon te spartelen en zocht naar andere manieren om Vlaams Belangers te kunnen betichten van collaboratie met de Russen. De directeur van de NVA deed dat onder andere door een tweet van mij aan te halen waarin ik waarschuw dat een conflict met Rusland zal worden misbruikt door de globalisten en de eurocraten om hun agenda, bijvoorbeeld hun European Digital Identity Project, om dat er versneld door te duwen. Post Piet de Zager is dit een complottheorie. Beleefd en constructief als ik ben. In tegenstelling tot blijkbaar sommige NVA's stelde ik dus twee heel concrete vragen aan Piet de Zager. De eerste vraag: bestaat het European Digital Identity Project of is het een complottheorie? Als tip gaf ik er meteen ook de link bij naar het project op de officiële website van de Europese Commissie. En de tweede vraag die ik stelde was de volgende: vind je mijn bezorgdheid? Onterecht dat de Europese Commissie de Russische dreiging zal misbruiken om de European Digital Identity versneld te gaan uitrollen. Aan Theo Franke, die de tweet van Piet de Zager deelde, heb ik exact dezelfde twee vragen gesteld. Daarmee stonden deze twee haatzaaiers natuurlijk schaakmat, want het European Digital Identity Project is helemaal geen. Complottheorie, zoals zij beweren. Nee, het bestaat echt en het staat zelfs op de website van de Europese Commissie zelf. En dit duivelse project dat er op termijn voor wil zorgen dat we moeten inloggen met onze European Digital Identity om bijvoorbeeld nog maar het internet te kunnen gebruiken zogezegd voor onze veiligheid, maar in realiteit om alles te kunnen controleren dat we doen dat project dat zal hoogstwaarschijnlijk versneld worden uitgerold door dit Russische conflict. Want Never waste a good crisis is het motto van de eurocraten die het European Digital Identity Project hebben bedisseld. Franken en de Zager die stonden dus schaakmat en die gaven geen antwoord op mijn vragen. Dat is op zich eigenlijk al veelzeggend genoeg, want iedereen die die twee vragen leest, die weet dat ze kloppen. Het is jammer dat er steeds met dezelfde platitudes wordt gegooid om een moeilijke discussie niet te moeten aangaan. Wie spreekt over de European Digital Identity die krijgt meteen het verwijt complottheoreticus zelfs dus van NVA's. Het is in diezelfde nefaste mindset waarmee de zager en franken ons nu willen afdoen voor Russische collaborateurs enkel en alleen omdat we kritische vragen stellen bij het narratief dat ons wordt opgedrongen. Hetzelfde hebben de mainstream media en de NVA gedaan in het verleden rond massamigratie. Wie zich daar vragen bij stelde, nu was meteen een racist. En ook rond corona. Wie zich daar vragen bij stelde, die was een anti -vaxer. Ook Franken noemden mij in het verleden al racist en anti Gewoon omdat ik logische, kritische vragen stelde bij migratie en bij het coronabeleid. De realiteit die haalt dergelijke verwijten natuurlijk al heel snel in. Rond migratie schuift het debat enorm op in richting van Vlaams Belang en mezelf. Want iedereen ziet in dat het zo niet verder kan. En ook wat corona betreft. Kregen we intussen ruimschoots gelijk. Daar, waar Theo Franke me een jaar geleden nog een anti noemde, omdat ik pleitte voor een brede aanpak van sport en gezonde voeding in het bestrijden van corona, deelde Franke recent zelf een video van de El Salvadoranse regering die haar bevolking opriep om gezond te eten en te sporten om corona te bestrijden. Ook wat het European Digital Identity Project betreft, zullen we helaas weer gelijk krijgen en zullen mensen als Franke en de zager dat pas inzien als het al te laat is om het nog te voorkomen. Maar dat mag ons, beste mensen, niet ontmoedigen. Wij zijn, zoals steeds, de ijsbrekers in het debat. Dat is soms moeilijk en je krijgt al eens wat misplaatste verwijten of framing naar je kop zoals racist, antivaxer of putinfan. Maar de tijd en de waarheid die staan aan onze kant. Dus we moeten gewoon rustig onze standpunten blijven brengen en dan krijgen we vroeg of laat wel gelijk. Nog zieliger trouwens was Egbert Laggaard. Die drie dagen later, nadat heel Twitter de vloer al had geveegd met de framing pogingen van Franke en de Zager, ging Egbert Laggaard het ook nog eens proberen. Hij nam de screenshot van de tweet van Stefan Sintobin en hij knipte er de datum zelfs af, zodat mensen niet meer zouden kunnen zien dat het ging om een tweet van een jaar geleden. Niemand was natuurlijk onder de indruk van deze zielige framing-poging, die dan ook nog eens met drie dagen vertraging kwam. Zelfs linkse twitteraars wezen Egbert Lachaert terecht. En als linkse twitteraars het Vlaams belang al verdedigen, dan moet het zijn dat Egbert Lachaert zich toch echt wel belachelijk heeft gemaakt. Tom van Grieken die zei dus heel terecht: Egbert Lachaert, je bent een ongelofelijke dwaas. Voilà. Deze Twitter-interacties wou ik toch zeker met jullie meedelen, omdat ze een aantal diepere inzichten verschaffen. Wil jij onze ijsbreker de brandstof geven om verder te gaan en om de roepers en de schelders ongelijk te geven? Ga dan naar www.kiesdries.be slash abonneer. En zet mee jouw schouders onder dit mediakanaal. Iedere abonnee krijgt inspraak in welke video's wij maken. En je kan ons trouwens. Ook altijd helpen door een aankoop te doen op de webshop van Schild en Vrienden: www.schild en waar we kledij, stickers en boeken verkopen. En vanaf nu ook deze prachtige slabbetjes met Vlaamse opschriften. Neem dus een abonnement of doe een aankoop op onze webshop en steun mee dit onafhankelijke mediakanaal. Tot de volgende.